Welkom bij een nieuwe vlog. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik iets tonen. Ik heb hier voor jullie allemaal graffitibussen die ik allemaal ooit gebruikt heb, die allemaal restjes zijn. Sommige zijn nog nieuw, niet gebruikt. Maar het probleem is, ik heb hier nog 120 nieuwe bussen en ik moet die allemaal uitpakken en klaarzetten en morgen moet ik er 50 van meenemen. Dus ik ga het even snel doen. Dus jullie gaan hier gewoon een timelapse van zien van deze bussen. Want ik geef workshops in graffiti spuiten, lichtgraffiti en andere dingen. Als je die graag eens zou willen zien, kan ik jullie dat gerust aanraden. Mijn website staat in de beschrijving van deze video. En voilà. En straks ga ik nog naar het LA ook eens gaan. Voor een momentje van de 360 graden camera die jullie in de vorige video hebben gezien. Dus kijk gerust mee naar mijn timelapse. Voilà, dat was het. Let's go on the street. Oké, dus ik ben nu klaar. Ik heb alles proberen deftig te zetten. Er moeten morgen al 50 bussen van mee. Daar heb ik rond 220 caps liggen. Op een valies die moet gevuld worden, de lijst die moet gevuld worden. Graffitibussen. Ik weet het, graffiti is niet zo goed voor het milieu. Maar ik doe het graag en ik vind er mijn geld mee. En we zijn wel bezig met dat beter te maken, dat dat beter is voor het milieu. Wat is nu het afval dat ik ervan heb? Want dat is ook nooit, hè? Dat wordt dan in een doos. Het is dit. Deze doos die ligt vol met dit karton. Achtig papier, karton. Deze doos leeg en deze doos leeg. Wilt je weten wat ik in de doos pas? Weet je wat? We gaan gewoon proberen wat ik in de doos pas. Ik heb kwijt wil, maar dat is maar een ander iets. Welkom aan de pool. Dit noemt de pool. Je kunt er niet in zwemmen. Nee, wel op schaatsen. Als je echt wilt. En niet te dik zijn. Niet te dik zijn. Klein detail. Ja. Je mag niet te dik zijn. Alhoewel, er hebben al mensen met fietsen opgereden. En het moet winter zijn. Ja. Dat is wel een klein detail. Dat moet wel de. En koud genoeg. Want het moet ook ijs zijn. Ja. Anders kunnen niet schaatsen. De diverse categorieën die belangrijk zijn. Ja. De verschillende voorwaarden. Hoeveel voorwaarden zijn er? 4. Het is gewoon een toffe. Het moet winter zijn. Het moet koud genoeg zijn. Je mag niet te dik zijn. En je moet dit weten zijn, want het is een verborgen plek. En het moet ijs opleggen. Ja. Oh ja, maar ja, het is natuurlijk zoals je wel hoort. Hoort je vogels en ziet je niks. Kijk, ik wil nog verder gaan naar daar. Je ziet niks. Ik wil ook nog verder gaan naar daar. Je ziet niks. En het staat nu op wereldbol, dus je moet maar zien. Allee, ik ga het niet op wereldbol zetten, dus normaal gezien ziet je nu alles. Dit is water. Of water. Nu zijn we niet zichtbaar. Nu is mijn hoofd niet zichtbaar. Nu wel. Dan ga ik een rare video zien. Sowieso. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Like, allemaal liken en like, subscribe en comment. Yes. Down below. Down below. Down below. Give a like. Helemaal mooi. Helemaal mooi. 1, 2, 3, los, geen. Blik in die water. Ik zie alles, dus jullie kunnen nu
Hey. Jullie zelf zien. Oh, dat is kei cool. Hawaii. Hoi, dag. Kijk. Infinity loop. Ik ga het zo zetten dan. Ja. Nu zie je echt infinity loop. Ja. Kleuren helemaal. Satureerd. Ja, nu is het echt aan het flippen. Dit is Willa. Hallo. Maandag? Ja, salutjes. Tjoe. Minus 3. Yes. Ga je iets zeggen tegen de... Thomas gaat... We zouden echt gaan skydiven. Ja, ja. Je gaat een hele mooie video aan maken en ik zal het in mijn volgende video... Want mij gaat zondag online komen, die van u gaat... Ik kan nog langer moeten prutsen, denk ik ook. Ja, dus waarschijnlijk gaat binnen 2 weken of zo erop komen. Ja. Maar ik zal het wel zeggen in de vlog dat het erin zit. Oh, ik word er gesponsord dan op. Nee, voor mijn 10 kijkers, en misschien 10 kijkers extra. Je weet, hè. Schoon kijkers, dat weet ik niet of. Schoon kijkers, mijn kijkers en schoon kijkers. Ja. Complimentjes aan van Thomas, voor jullie. Gratis, hè. Gratis, hey. Het is kei schoon weer vandaag. We gaan gewoon naar buiten en ik heb gewoon niks te doen. Wat? Ja, maar ik heb geen zin meer. Moet jij naar het toilet? Ah, dan ga ik. Kom, dan gaan we naar het toilet. Ik vind het deze. Ja. Ik kan het er wel uitknippen, hè? Ja, ja, ja. Allee. Ja, voilà. Nu ga ik stoppen. En nu zijn we aan het filmen, hè. Waar zit jij dan? Ah, daar. Hé, hey, Nathan. Dag, Thomas. Wat heb je gedaan vandaag? Dus ik heb... Vanmorgen ben ik echt laat opgestaan. Ik ben in de Carrefour mijn ontbijt gaan halen. Ik heb voor 3 euro aan koffiekoeken gekocht. Dat is echt vet te veel, hè. 3 euro? Ja, ik heb echt alles opgegeten. Dan voel ik mij slecht. Dan kwam mijn mama af naar school. Mijn mama is naar school geweest. Dus wat? Met een aardbeidtaartje. Echt, ik heb echt enkel nog een brol gegeten. Omdat ze kwam een lamp ophalen en een foto ophalen en al die dingen. Dan zijn echt misselijk worden van heel dat uit de camera gebeuren. De ultimate train experience. en dan wat heb ik dan nog gedaan? Dan ben ik computertjes gaan passen in de middag. Dat ik ook doe. Na de kleutertjes ben ik naar school gegaan, ben ik Thomas tegengekomen. Hey. Hey, heb ik mijn baguette opgegeten en ik had gekocht bij de luxe bakker tussen de kleutertjes en de school. Droog zo, zonder iets op? Nee, met veggie as worst. Juist, ik heb het gezien. Zo Pie Samson worst, hè? Maar ja, maar dan zonder Samson. Vlees. Ja. Maar het smaakt hetzelfde, want ja, denk in Samson worst het ook echt geen vlees, hè. Dus het smaakt eigenlijk een beetje hetzelfde. En nu ben ik samen met Thomas op weg naar Brussel Zuid. Ik moet gaan werken in Anderlicht en Thomas gaat naar huis om zijn film te gaan maken. Want Thomas gaat dus dat dag gaan skydiven en mooie neus. Toenk. Hij gaat dus gaan skydiven zaterdag. En hij gaat dus nu ook een filmpje maken van zijn skydiven. Thomas. Oké, dat was dus de... Ah, ik ga echt eens zien wat hij gaat zien in deze filmpje. Stoppen is dat terug? Ja. We zijn in Dilbeek, station. We zijn al een uur te laat, want de bussen kwamen niet af. Want Dilbeek op zich is echt een zalige gemeente. Met Dilbeek bussen, de lijn, is echt de hel. Ik kom nooit in Dilbeek en denk ik ga een bus nemen. Een bus, dat hebben ze hier gewoon niet. Dat bestaat hier gewoon niet. Echt waar, echt de hel. Ja, ik ben hier dus nu aan het wachten. Mijn batterij van mijn gsm heeft 3%. Het is 13 na. Om 22 komt de bus. Ja, ik ga verder wachten, hè. Dat zijn wel echt super mooie bloemen.
Zie, de mooie bloemen dat ze hier hebben. Super mooi. Super mooi dus eigenlijk, hè? Maar ja, dus ik ga gewoon maar verder wachten. Een bankje neer. En we hebben waarschijnlijk al gezien dat op de timelapse van 15 seconden. Als het trainer is, zal ik nog een stukje filmen. Goed. Peace out. Op mijn trein en er is Giant op de radio. Giant. Dit is 1, 2, 3, Giant. Boom. Oeps, hopelijk heeft hij mij niet gezien.